Hoe bereid jij je jongens voor op de wedstrijd tegen Vitesse? Nou, hetzelfde als andere wedstrijden. Het enige wat dan Vitesse meer brengt, dat het hier natuurlijk veel meer leeft. Maar goed, en dat moeten ze gewoon meenemen. Hoe breng je dat als trainer over op je groep? Nee, ja, dat kun je alleen benadrukken. Het enige wat je kunt doen, ook kijken naar de trainingen zelf. Wat kortere, fellere partijen. Alleen dat zullen we elke wedstrijd moeten doen. Het is niet dat Vitesse daar meer moet gaan doen. Want dat kan niet, want elke wedstrijd zul je alles moeten geven. Alleen omdat het hier leeft, moeten ze dat gewoon meenemen. En zorgen dat ze er eigenlijk alles uithalen. Ik denk dat Vitesse de Graafschap kun je wel vergelijken met MVV Roda. Dus ja, die wedstrijd heb ik vorig jaar 2 keer gespeeld. En nou ja, daar zit alles op eigenlijk. Dus dat, ja, dat zijn speciale wedstrijden. Je wilt iedere wedstrijd gewoon hetzelfde benaderen. Maar je hebt toch wel een iets extra gevoel daarbij. Daar ben ik gewoon eerlijk in. En dan Vitesse, waar is die ploeg voor de Graafschap te pakken? Waar liggen mogelijkheden? Ik denk dat de mogelijkheden liggen in het collectief. Vitesse heeft denk ik een goed elftal, individueel. Alleen ik denk dat zij ook nog aan het sleutelen zijn om dat als collectief beter te krijgen. Maar goed, ik denk dat daar winst te halen valt voor ons. En hoe gaat het dan in de praktijk? Betekent dat heel veel erop zitten met z'n allen afjagen? Hoe ziet dat eruit? Ja, nou, op fase zal dat het verhaal zijn, in de omschakeling zitten. En dan kijken liefst zo hoog mogelijk. Alleen je moet profiteren, zeg maar, dat zij dus de individuele klasses hebben. En dat wij dus in de omschakelmomenten, en dan afhankelijk van waar dat kan zijn, dat je daar kunt verrassen. Dit seizoen ben je al een beetje de pitbull van de Graafschap. Ga je dat zondag ook weer overbrengen? Pitbull, ja. Leuk dat je het zegt. Ja, tuurlijk. Ik wil gewoon alles geven voor de Graafschap. En voor mijn medespelers, absoluut. En dat ga ik zondag ook proberen. Nogmaals, ik weet hoe het hier leeft. Ik weet ook in wat voor positie dat wij zitten. Dus het zou fantastisch zijn als we daar gewoon een mooi resultaat kunnen halen. Morgen wordt er een uitzwaaitraining hier georganiseerd. Heb je daar nog leuke verwachtingen van? Ik laat het op me afkomen. Dus ik denk dat gezellig gaat worden. En dan gaan we kijken hoe dat is.